Ja, we hebben elkaar inderdaad even voor 2000 leren kennen, de Kunstacademie in Maastricht. Daar werd ons werk al vergeleken zonder dat wij elkaar dus kenden. En uiteindelijk zijn we daardoor naar elkaars werk gaan kijken. En kwamen er inderdaad achter dat dat qua thematiek en qua keuze van materiaal heel erg overeenkwam. En dat die link heel duidelijk was waarom die ook gemaakt werd. In eerste instantie vind je dat irritant toch, dat er iemand is wiens werk op jouw werk lijkt. Maar toen we elkaars werk tegenkwamen, zijn gaan bekijken, moesten we toch wel toegeven dat het werk duidelijk verwantschap had. En, we hebben toen besloten vrij kort daarna om in één atelier te gaan werken. Ieder had zijn eigen hoek met zijn eigen spullen. Maar steeds vaker kwamen we dichtbij in het midden van het atelier waar aan één werk werd gewerkt of waarover werd gediscussieerd, hoe of wat. En waar we ook niet omheen konden dat het werk steeds meer werk werd van ons samen. En toen hebben we op een gegeven moment dus ook besloten van we kunnen net zo goed als kunstenaars duo verder gaan. We zijn toch in hetzelfde atelier, we zijn met elkaars werk constant verbonden. En zo is Le Deux Garçons ontstaan. Dit kunstwerk van ons draagt de naam Entre Réalité et Fiction. En dat is tevens ook de titel van de volledige expositie bij Art Partout. Wat jullie zien is een vintage Star Wars pop uit de 90er jaren. Hij is door ons helemaal voorzien van verf en airbrush. Het hoofdje op het beeld is een leeuwenwelpje. En ondanks dat het beeld kracht uitstraalt, hebben we ook gekozen voor een jong welpje om aan te geven wat de zwakte is binnen een sterke diersoort. Het gaat over een leeuw. Waarin de confrontatie tussen leeuw en de mens toch de mens zou verliezen, maar in dit geval is de fragiliteit van het leeuwtje duidelijk voelbaar. Hier staan we bij La Vendetta, dus inderdaad weer een Siamees. Siamees komen iedere keer weer terug in ons oeuvre. En ze vallen dan ook weer onder een andere titel waar ze allemaal samen onder vallen, dat heet L'Adieu Impossible. En ja, L'Adieu Impossible staat voor het onmogelijke afscheid. En het gaat dus niet over twee personen, het gaat over één persoon. En het staat voor ieder van ons, voor jou en voor mij. Het zijn de keuzes die gemaakt worden aan de ene kant door waar je geboren bent, je ouders, je afkomst, je opleiding. Dus eigenlijk het eerste deel van je leven, zeg maar, wat je vormt. En dan het tweede deel, wat daaraan vastzit, waar jij dus zelf vorm aan geeft. Je toekomst, alles wat je daaromheen kiest voor de keuzes wat in het verschiet liggen. Maar je zult altijd toch rekening moeten houden met je verleden. Dus dat is eigenlijk het l'adieu impossible, het onmogelijke afscheid van jezelf. Buiten taxidermie werken we ook in brons. Dat is dit een heel goed voorbeeld van. La Nouvelle Préhistoire. En valt dus ook weer in de serie van L'Adieu Impossible, het onmogelijke afscheid. Het is een siamees van twee neushoorns, bijna een prehistorisch dinosaurusachtig iets. Wat kracht voorbeeld, maar op zijn rug dragend een struisei, wat toch ook staat voor, ondanks al zijn kracht, de fragiliteit van het beest in de leefomgeving waar hij toch zo kwetsbaar ook is. Dit is een van onze recentste werken, La Persistance, de volharding, wat natuurlijk heel mooi binnen deze thematiek past, het volharden, het volhouden, het terugvechten. Een eekhoorn, gehuld in een Spider-Man kostuum, weliswaar een iets andere kleur. Omdat wij dat gewoon ook toch duidelijk vinden dat je ziet wat het is, maar dat we er ook een bepaalde esthetiek aan willen geven, wat wij absoluut niet schuwen. Bij ons blijft niets wat het is, dus de kleuren rood en blauw van Spider-Man moesten weg. Maar de kracht van deze goedzak, wat hij toch is, hij redt de wereld. Hij is jong, hij heeft kracht, jong is de toekomst. Dus we hebben, ondanks dat we ons zorgen maken over de aarde,
hebben wel goede hoop. En hij gaat dit doen. Hij gaat met het spandoek de gebouwen op en schreeuwt om aandacht. En met hem komt het wel goed, denk ik.